Het was altijd een achterafplekje in Breda, maar de Triple O-campus tussen de Singerweg en de Reduilaan begint steeds meer een creatieve hotspot te worden. Breda wil zich profileren als stad voor de beeldcultuur en gaat daarom het terrein uitbreiden. Nou ja, een audiovisueel centrum, huis, hè, waar een aantal dingen kunnen gebeuren. Nog een aantal gebouwen. De bedoeling is eigenlijk dat een aantal startende ondernemers die nu eigenlijk het heel goed doen en uit de jasje groeien in het blushuis, dat die kunnen verplaatsen en wat meer ruimte krijgen. Dat er bijvoorbeeld in het blushuis weer ruimte komt voor startende ondernemers. Dus zo zouden we dat heel graag willen invullen, ook met externe partijen. Dus allerlei partijen uit de creatieve sector kunnen zich daar vestigen. Als ik zo de plannen bekijk, zie ik ook veel groen. Ja, nou heel goed gezien. Dat is ook juist de bedoeling op deze plek in de stad om het op een campusachtige manier te ontwikkelen. Dat betekent eigenlijk dat de gebouw in een hele mooie groene omgeving staat. Als je daar nu komt, ja dan tenminste ik krijg altijd een prettig gevoel. Het is een hele rustige, mooie omgeving. En dat betekent dus ook dat we het parkeren zoveel mogelijk onder de grond willen doen. En dat we ook de hoogbouw zoveel mogelijk vermijden. Dus maximaal 3 bouwlagen. Het geeft gewoon een hele mooie uitstraling. Ja, u hebt die hoogbouw een beetje aan moeten passen, omdat het zo dicht langs het spoor ligt. Ja, klopt. Er zijn nieuwe regels gekomen met betrekking tot externe veiligheid. Die noopt ook om het plan aan te passen, zodanig dat we ook geen bestemmingsplanwijziging moeten doen. Maar als we dat doen, moet je weer aan die nieuwe regels voldoen. Dus nou, dat is gewoon echt risicovol. Maar tegelijkertijd is het volgens, ja, vind ik het er eigenlijk ook wel weer mooier op geworden. Dat je nu ziet dat die gebouwen op een rustige manier nu verwerkt zijn in het hele gebied. Wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Voor een deel komt het gewoon sowieso uit de grondexploitatie, zoals dat heet. Maar die laat nu tekorten zien, omdat als je minder kunt bouwen, minder hoog, betekent dus ook minder vierkante meters. Dus dat betekent dat we een negatief bedrag dat we daarmee zitten. En dan kun je een paar dingen doen. Je kunt zeggen, nou dan maar niet duur parkeren onder de grond of dan maar extra gebouwen. Ja, dan voldoe je weer niet aan die mooie groene uitstraling. Dus we hebben gezegd, nou dan moeten we er zelf ook bereid zijn geld bij te leggen als we het zo belangrijk vinden. Dus het college gaat de gemeenteraad voorstellen morgenavond al om €1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor dit gebied. En dan zou het moeten kunnen. En wanneer moet er dan gebouwd gaan worden? Dan moeten nog wel een aantal voorbereidingen gedaan worden. Maar ik denk wel dat ergens eind 2010 dat er dan verder gebouwd gaat worden.